Don Kronenberg schreef speeches voor CEO Cor Boonstra van Philips. Later als zelfstandige ging hij boeken schrijven, zoals onlangs over president Zelensky. Zijn laatste boek gaat over nepnieuws onder de titel Gelul. Don, jij bent filosoof en theoloog en master in communications. Hoe ben je ertoe gekomen om boeken te gaan schrijven? Dat is een goede vraag. Ik heb tijdens mijn studententijd ben ik uitgenodigd om aan een boek mee te schrijven. Dat was een boek over Amerikaanse of Angelsaksische theologen en filosofen. En ik denk dat het toen een beetje ontstaan is. Naderhand ben ik ben bij Philips gaan werken en daar heb ik ook veel geschreven aan speeches, jaarverslagen enzovoort. Dus ik denk dat het ook iets met een creatief proces te maken heeft. Iets maken wat er eerst niet was. Dat is een hele interessante bezigheid. Je krijgt er ook wel hoofdpijn van als het niet goed lukt. Maar dat is een beetje eigen aan het creatieve proces. Maar dat was de eerste keer. En sinds eigenlijk ben ik dan ook nog mee opgehouden. Daar komt het eigenlijk op neer. Heb je nog niet zo lang geleden een boek over president Zelensky van Oekraïne geschreven. En dan noemt hij hem een kloon tegenover de tsaar. Ja. Kun je dat nog eens uitleggen? Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik nu een beetje spijt heb van die ondertitel. Oh, ja. Kijk, in de tijd, Zelensky komt uit de artiestenwereld, hè? uit de Benny Hill van, Benny Hill Plus van Oekraïne, zou ik maar zeggen. Dus hij stond ook echt bekend als een clown, maar wel altijd een met een hele scherpe ondertoon. Altijd commentaar op oligarchen, op politieke structuren, op de inmenging van Rusland, want die is er al heel erg lang. Hè? En Poetin natuurlijk, de tsaar. En dat is dan een verwijzing naar alsof Poetin zich gedraagt als de tsaar van vroeger op zoek naar het grote Russische Rijk. Hij heeft recent ook weer gerefereerd aan Peter de Grote en allemaal dat soort dingen. Dus de clown versus de tsaar. Nu zou ik dat niet meer doen. Want ik denk dat hij veel meer motieven heeft dan alleen maar tsaar willen spelen. Ja. Nou, is je laatste boek onlangs verschenen en dat heet Gelul en het gaat over nepnieuws. Waarom ben je daartoe gekomen? Ja, dat is eigenlijk een combinatie van een aantal dingen. Ik ben van oudsher ben ik geïnteresseerd in filosofie van de taal. Ik heb theologie en filosofie van taal gestudeerd. Je weet het. Iedereen heeft het de hele dag over nepnieuws, nepinformatie, valse argumentatie, weet ik wat allemaal. Daar ben ik eigenlijk al een hele tijd mee bezig. En dat is eigenlijk nog veel sterker geworden sinds dat Donald Trump in Amerika aan de macht is. Want daar is iets, denk ik, iets heel aparts aan de hand. Maar je ziet het nu ook met Poetin en met anderen. Dus het fenomeen nepnieuws of vals nieuws. Want je hebt natuurlijk een verschil tussen nep en echt onwaar. En als je een relatie legt met het boek over nepnieuws en het boek over Zelensky, wat kun je daarover zeggen? Nou, kijk, een van de dingen is natuurlijk Poetin en de Russische Staatstv. Kijk, ik kan die Staatstv niet zien. Ik zie af en toe fragmenten die dan alleen weer door westerse media worden doorgegeven. Dus daar zit ook een zekere verkleuring zit natuurlijk in. Hè? Maar ik denk dat nepnieuws, misinformatie van Poetin bijvoorbeeld ten opzichte van zijn eigen bevolking, maar ook wat hij af en toe roept, ja, dat is aan de orde van de dag. Ik wil niet zeggen dat Zelensky helemaal vrij uitgaat. Hè? Zelensky zegt ook af en toe dingen waarvan ik het vermoeden heb dat het niet helemaal juist is. Of dat het een bepaalde teneur teweeg wil brengen, gewoon om het Westen aan zijn kant te krijgen. In het voorwoord van jouw nieuwste boek haal je de wet van Sturgeon aan. Ja. En dan zeg je 90% van wat wij zeggen en schrijven, dat is bullshit, dat is nepnieuws. Ja. En 10% blijft er dan over, maar dat zit er ook nog vol met twijfel, vergissing en dan ook nog waarheid. Absoluut. Kun je dat eens staven? Ja, of die 90, verhouding 90-10, of dat correct is, daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Nee, Sturgeon was een, Theodore Sturgeon was een maker van science fiction films in de jaren 50 in Amerika. En hij kreeg het verwijt dat die films van hem nergens op sloegen. Ja. Hij zei, jij produceert uitsluitend bullshit. Er klopt helemaal niets van wat je allemaal bedenkt, met aliens en van alles en nog wat. Zijn reactie was, ja maar jongens, wat jullie van de media doen, 90% van wat jullie allemaal uitkramen, daar klopt niets van. Ik denk dat het een beetje erg scherp gesteld is, want ik schat toch dat we meer dan 10% de waarheid spreken enzovoort enzovoort. Maar dat probeer ik in het boek ook een beetje uit te leggen. Van wat is het om je te vergissen? Hè? Sta je toe dat je je vergist? Sta je twijfel toe? De kern van wetenschap eigenlijk. Hè? Als je niet twijfelt, zul je waarschijnlijk nooit verder komen. Ik ben nou wel benieuwd wat je nieuwste boek gaat brengen. Er zijn meerdere ideeën. Maar één van de ideeën is, dat ligt een beetje in het verlengde van Zelensky. Het valt ons op dat er ongeveer 45
conflictenhaarden zijn in de wereld op dit moment. Variërend van grote oorlogen tot gewapende conflicten, bijvoorbeeld Afrika, ik noem maar eens wat, Zuid-Amerika, het staat er bol van. En de gedachte is een beetje van, hoe kan het nou toch dat wij in 2022 zo ontzettend veel oorlog met elkaar voeren? Terwijl iedereen op zijn klompen aanvoelt dat het leven over het algemeen aangenamer is als je geen oorlog voert en niet ruzie loopt te maken met elkaar. Wij doen het tegendeel. Hoe kan dat? En waarom is dat nou net nu? Dat wordt een boek wat ik niet alleen kan schrijven. Daar gaan we militair strategen bij halen, historici. Allemaal dat soort mensen die kunnen dit soort zaken beter duiden. Dat is een plan waar we nu aan werken. Ik wens je veel succes en ik ben ook heel erg benieuwd.